toe te voegen, ga je als eerste naar admin.google.com. Klik op gebruikers en selecteer vervolgens het account waar je een e-mailadres aan wilt toevoegen. Klik daarna op gebruikersgegevens en klik daarna bij alternatief e-mailadres toevoegen en vul daar het mailadres in waarvan je wilt dat diegene het mail gaat ontvangen. Bijvoorbeeld selecteer ik het domein reseller.pepix.nl. Klik daarna op opslaan. Het mailadres is nu gekoppeld aan deze persoon. Als ik naar Google Mail ga en ik klik op opstellen, dan kan ik niet selecteren van welk mailadres ik ga versturen. Er zijn nu, zoals je ziet, twee mailadressen, namelijk enteravati@pepix.nl en info@pepix.nl. Om dat toch te kunnen kiezen, ga je naar het tandwieltje, klik je op alle instellingen bekijken en selecteer je accounts. Klik daarna op nog een e-mailadres toevoegen. En in dit geval gaan we info@reseller.pepix.nl toevoegen. Ik klik op volgende stap en zoals je ziet wordt het mailadres nu toegevoegd. Als ik nu weer op opstellen klik, heb ik de keuze om mijn mail te versturen via enteravati@ of info@. En dat is in de notendop hoe jij een extra alias kan toevoegen binnen Google Suite.